Zo, oké. We gaan beginnen met de warming-up. Lekker lopen op de plaats. Laatste dag van de week voor de groepsles, dus we gaan even lekker stevig eventjes de warming-up doen. En je mag beginnen met een wat stevigere loop. Even joggen op de plaats. Ja, ik loop mijn jasje uit. Ik heb toch al warm. Zo. En dan mag je proberen om door te joggen en dan gaan we als het ware op een rechte lijn, een beetje van links naar rechts. Gebruik maar de ruimte die je hebt. Ik loop nog steeds door en ik blijf een redelijk tempo maken. Dan mag je precies hetzelfde doen, naar voren en weer terug. En als het goed is, word je al een beetje warm. Oké. Mag je tempo wat verlagen? Want we blijven als het ware joggen op de plaats. En dan mag je proberen om de knieën wat omhoog te brengen. En weer normaal. Normaal pas. Oké. We blijven in die pas, maar in plaats van dat we lopen op de plaats gaan we met het been zijwaarts. Lekker tempo. En in plaats van zijwaarts gaan we een beetje naar achter, maar dat doen we met een draai. Dan krijg je hop, 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 hop. Oké, op de plaats. En schud de boel maar even lekker los. Oké. We gaan een pas voorwaarts maken met een kniebuiging. En dat wisselen we af, linkerbeen, rechterbeen. Dus pas voorwaarts, buiging. En weer terug. Afwisselen, linkerbeen, rechterbeen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 en 10. Hartstikke mooi. Oké, doen we het nog een keertje. En nu mag je als het ware, ik maak een pas, iets indraaien en terug. Pas, zak, indraaien en terug. Pas, zak, indraaien en terug. Pas, zak, indraaien.
4. En de laatste. Mooi. Oké. Ik heb de elastiek. En ik ga lekker zitten. Dat elastiek dat mag om de benen. En zorg dat je hem met de benen tegen elkaar vastknoopt. Zodat als je straks de benen een stukje uit elkaar zet, je een beetje weerstand hebt van het elastiek. En wat je dan mag doen is je benen een stukje uit elkaar, los van de leuning, dus ik zit niet tegen de rugleuning aan. En dan ga je rustig lopen op de plaats. En dit tempo houden we vast. En je mag langzaam een klein beetje naar buiten. En weer rustig terug naar het midden. Hou. Weerstand op de elastiek. Weer naar buiten. En weer naar binnen. En zo lopen we rustig. En weer terug naar het midden. Oké, even pauze. Voel je hem al een beetje? Ja. Mooi. Je mag nu wel tegen de rugleuning aan gaan zitten als je dat prettig vindt. Elastiek zet ik weer op spanning. En in plaats van dat ik met twee benen tegelijk ga lopen, doe ik er eentje. Ik breng hem zijwaarts. Ik neem goed mijn knie mee. En weer terug. Zij. En terug. Afwisselend. Als ik niet mijn knie meeneem, dan wordt de druk van het elastiek niet groot. Dus ik moet hem echt mooi meenemen naar buiten. Voren. Ik pak de stoel even zo vast en dan doen we eerst
het linkerbeen en daarna het rechterbeen. En dan is het de bedoeling dat je dus achter, midden, voor, midden, achter, doe maar mee. Midden, voor, midden, achter, voor. Dit wordt 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En we gaan zo dadelijk meteen door met de andere kant. 10. Oké, weer erbij, daar gaan we weer. 1. 2. 3. En als het goed is, voel je het spieren naar de voorkant, de zijkant en de achterkant moeten werken. 4. 5. 6. 7. 9, de laatste. Hartstikke mooi. Oké. Het elastiek mag van de benen. Ik haal even de knoop eruit. Ik pak mijn stoel er weer bij om even rustig te gaan zitten. En dan mag je het elastiek achter om de rugleuning. En als je geen rugleuning hebt, achter een beetje de hoogte van de BH. En dan begin ik hier recht bij mijn borst. En dan strek ik hem uit naar voren. Maar je mag de armen wat wijder maken. De ellebogen gaan een beetje wijd. En als het goed is, voel je dan ook dat als je je elleboog wat wijder naar buiten brengt, als je teruggaat, dat je ook wat meer de borstspieren gaat gebruiken. Goed naar voren. Oké, even pauze. Doen we zo nog een keer. Dan gaan we het omste beurt doen. Dan gaan we het tempo wat verhogen. Actief zitten. Daar gaan we. Van je af kan je nu naar je toe trekken. Let erop dat de ellebogen mooi langs je lichaam gaan en dat je je schouderbladen wat naar elkaar toe brengt in deze eindstand. We doen er nog 5.
laatste. Even pauze. Ook dit gaan we zo dadelijk ons de beurt doen. In een wat hoger tempo. Trek de benen maar eruit. En dan gaan we. Hop. Dan mag je wel een beetje meedraaien met je romp. Probeer die elleboog nog wat verder naar achteren te brengen. Nog 5, 4, 3, 2 en de laatste. Hartstikke mooi. Oké. Ik zet de stoel even zo neer, zodat je het kan zien. Blijf gewoon zitten zoals je zit. De bedoeling is dat je zo dadelijk met een rechte rug naar voren komt. En wat je dan gaat doen is je tikt met je handen je tenen aan. En strek op. En dat doe ik met een rechte rug zoals je ziet. Ik ga niet helemaal weer naar mijn rechterstand. Nee, ik blijf een beetje voorover. Dus, nu mee. Tik. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 en 10. Oefening voor de rug. Ik denk dat je het wel voelt. Oké. En weer naar voren. Doen we nog een keer. 1. 10. Mooi. Kom maar staan. De stoel zet ik zo ver aan de kant dat ik hem indien nodig nog kan pakken voor de balans. We gaan even naar evenwicht. En ik kom op één been staan. Mijn hand, die ga ik volgen met mijn ogen. Ik breng mijn hand naar de zijkant. En als mijn hand naar voren komt, volg ik hem met mijn ogen. Mijn hoofd draait mee. En doordat je blikveld verandert, maar ook doordat je romp draait, wordt het moeilijker om je balans te houden. Oké, andere been. Andere hand. Dus kijk naar je hand. Oké, nog een keertje. Ik zet mijn handen tegen elkaar en ik ga ze volgen en ik ga roepen. Boven, links, rechts. Als ik roep boven, ga je met je handen op en weer terug. En volg ze met je ogen. Dus, komt ie. Links. Rechts. Hoog. Laag. Links. Wow. Mooie oefening voor mij, joh. Nog een keer. Links. Rechts. Laag. Hoog. Andere been. Ik heb oefening nodig. Dus. Daar staan we. Komt ie weer. Hoog. Laag. Links. Rechts.
laag. Links. Nog een keer links. Hartstikke mooi. Oké. Schud de benen maar lekker los. Armen los. Goed gedaan. We gaan even rekken en strekken. We beginnen even met de armen omhoog. En dan even ons de beurten. En laat je armen weer lekker zakken. Even de boel weer recht. Oké. Armen even naar voren. Of sorry, schouders even naar voren draaien. En naar achteren. Oké. Duimen gaan naar buiten. Armen naar achteren. Borst vooruit. Dat je zo komt te staan. Even goed de bovenrug. En weer los. Oké, kijk maar naar links. En naar rechts. Naar het midden. Oké. Zijwaarts, oren naar de schouder. Andere kant. En weer los. Lekker draaien. En kom maar weer omhoog. Schud even lekker alles los. Schouders zijn ontspannen. Ik ga één keer heel diep inademen. En alles eruit. Hartstikke goed. Mooi gedaan.